Ik ben er niet als ik mijn ogen sluit. Ik ben er nooit geweest. U bent er allemaal wel bij geweest. Bij Droomvlucht, de musical. In de Efteling. En dit past zo ontzettend goed in de Efteling. Ook de laatste voorstelling. Omdat wat we in de Efteling doen is... We hebben herinneringen. En ik kan u alleen maar vertellen van mijn eigen herinneren aan deze fantastische musical. Die begon voor mij op IJsland, omdat daar echte trollen wonen. Daar zijn we toen met z'n allen geweest. En dat eindigde in een klein kerkje in de haven van Reykjavik. Waar Durf te Dromen toen, door onze cast en een IJslands koor. Nou, we zijn elkaar toen allemaal wenend in de armen gesloten. Dat kunt u natuurlijk wel geloven. En zo zijn er een heleboel van dit soort herinneringen die altijd zullen blijven bestaan.
He, vandaag ook. Het begint al met dat stemmetje waar dat giecheltje achteraan zit. En dat hele mooie doek met de reis over droomvlucht. Nou denkt u, nu gaat hij de hele show één voor één gaat hij weer een keer opnoemen. Nou, we hebben anderhalf uur, dus waarom niet? Maar toch misschien nog maar eventjes het huisje van oma dat in en uit elkaar gezet wordt. Ik heb nog nooit zoveel open doekjes erbij gehoord. De kinderen hier, he, in het felle witte licht. Het is één aaneenschakeling van dat soort fantastische zaken. Nou ja, zo kan ik heel lang doorgaan, maar laten we dat nou maar niet doen. Laten we gewoon maar gaan bedanken. Eerst, dames en heren, graag een applaus voor uzelf, het publiek. Dat de laatste weken was het afgelopen vol. Het was de eerste keer dat we samenwerkten. Joop van der Ende Theaterproducties en de Efteling. Ze waren bijna net zo eigenwijs als wij. Dus u ziet wat dat soort spanningen van fantastische producten weten te maken. Maar ik wil toch nog wel één extra applausje voor het personeel van de Efteling. Dat geen ruk meer voorstelt voor ons vuurwerk. Furious met zijn speech, dat zullen we ook nooit meer vergeten. Misschien gaat deze show naar Duitsland. En ik moest hem de hele tijd al achtdoen zien zitten te roepen. Die houden we er ook gewoon in. Maar goed, ik heb het over herinneringen. En die herinneringen, ja, durf te dromen, is geschreven voor de Efteling. Maar jullie, cast en crew, hebben die herinneringen in de Efteling achtergelaten. En daar ben ik jullie persoonlijk ontzettend dankbaar voor. Een donderend applaus alsjeblieft. Ik kan natuurlijk ook even aan u vragen, wat had u anders op Tweede Paasdag moeten doen dan hier bij ons te zijn? Want volgens mij is het alleen maar het beste wat je op Tweede Paasdag kunt doen, met al die regen buiten, om hier bij Droomvlucht binnen te zitten. Ik heb weer ontzettend genoten van de 170ste voorstelling. Zo te merken u ook. Maar ik wil eigenlijk allereerst gewoon bedanken de Efteling, want zoals Bart het al zei, het was de eerste samenwerking tussen Joop van den Theaterproducties en de Efteling. En als je samen aan zo'n avontuur begint en zo'n voorstelling niet bestaat, betekent dat je ontzettend veel mensen hebt die met elkaar moeten gaan praten en elkaars taal moeten begrijpen. En moeten gaan kijken hoe ze gaan vertellen aan u, het publiek, dat we een prachtige voorstelling met elkaar aan het maken zijn. Dus ik wil alle eerste mensen die bij ons op kantoor zitten ontzettend bedanken. En ook de mensen bij de Efteling op kantoor, hoe ze ontzettend geweldig hun best hebben gedaan de afgelopen maanden om te zorgen dat u hier vanmiddag ook weer bij deze voorstelling was. En voor hen wil ik nou ook een keer gewoon een applaus hebben. En Bart memoreerde het al even. Er staan ook heel veel mensen hier achter het toneel. U heeft geen idee hoeveel mensen elke dag hier staan om te zorgen dat deze mensen kunnen stralen, speciaal voor u. En dit is dan ook het moment, denk ik, om ze even allemaal gewoon op het toneel te vragen, zover dat mag niet komen. Elke keer weer mogelijk hebben gemaakt, hebben wij naast alle kinderen die er vandaag staan, in totaal 52 kinderen gehad, die elke keer weer zorgden dat alle elfjes en vrouwtjes op het toneel waren. Ook jullie dank allemaal voor degenen die in de zaal aanwezig zijn en toevallig niet hier op het toneel staan. Daarnaast hebben we natuurlijk de afgelopen weken ontzettend meegeleefd met Varjen, die bij de Forest Kids ondertussen gehaald heeft tot aan de finale. Niet juist om haar naar voren toe te halen, maar gewoon alle 52 kinderen te bedanken voor hun waanzinnige inzet en hun ouders. Ja. En hun ouders. Ja.
Hoe vaak moeten ze niet op en neer gereden worden na de Efteling om te zorgen dat wij weer een prachtige show kunnen maken. Dus mijn dank persoonlijk hiervoor aan alle ouders. Genoeg bedanktjes. We staan hier nu en we zijn met z'n duizenden en hiervoor ongeveer 150.000 andere mensen hebben Droomvlucht in Nederland gezien. We gaan afsluiten. Bart heeft al gezegd, we gaan misschien naar het buitenland toe. Dat betekent dat Droomvlucht dus niet eindigt. En ik zou graag willen zeggen, in de toekomst met z'n duizenden bij de eerste Droomvlucht ergens in de wereld. Tot dan!